Ja, paperclip op de middenstip. We zijn al diep in de avond. En dan in één keer een saxofonist op het podium. Hoe kan dat? Ja, dat is echt via gegaan. Maar dat is super tof. Ik heb er echt heel erg van genoten. En het is eigenlijk een beetje in de kroeg begonnen. Het verhaal van laten we het doen. En we hebben uiteindelijk besloten van oké, we gaan het doen. Ja, je stem te horen niet hier uit de buurt, of wel? Nee, ik kom uit Amsterdam. Ja. Ja, in Amsterdam heb je ook veel feesten en zo, maar speel je meer op dit soort feesten? Nee, het is alweer een aantal jaar geleden dat ik gespeeld heb, voor het laatst in Amsterdam wel. Maar dit kwam een beetje op mijn pad en toen dacht ik, ja, ik moet het gewoon weer doen. Wil ik me echt weer even oppakken, inderdaad, muziek weer oppakken. Het is alweer een aantal jaar geleden. En als ik dit hoor, ja, dan krijg je echt een kick van, dan wil ik echt wel weer meer gaan spelen. Ja, en hoe is nou die combinatie saxofoon en dance? Hoe bevalt jou dat? Ja, dat is gewoon te gek. Ja, dat vind ik echt het ultieme wat je uit een saxofoon voor mij in ieder geval kan halen, is dit. Je kan helemaal losgaan op het podium en de DJ voelt je aan, jij voelt de DJ aan en het is gewoon geweldig. Ik heb het ook inderdaad van jongens maar gezien in clubs en cafés en toen dacht ik, ja, dit wil ik. Dit is gewoon te gek. Het lijkt ja, echt populair te zijn, want 3 weken geleden was ik in Polen precies hetzelfde. DJ, saxofonist en een scratcher. Zie je meer opkomen? Ik zag het wel een aantal jaar terug al. In Amsterdam in ieder geval, in de grote discotheken zag je het vaak. En ik heb het alweer een tijdje niet gezien, maar het lijkt wel of het nu weer begint te komen. Of het weer meer aantrekt inderdaad. Ja, het is ook een beetje die mix van rock, popmuziek en dancemuziek. Daar gaan steeds meer in elkaar op. Madonna, bijvoorbeeld Robbie Williams, die laat heel veel remixen maken. Jij als saxofoniste, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk dat het alleen maar leuk is, want het trekt ook een heel divers publiek aan. Dus mensen die hier komen voor allerlei verschillende dingen. En iedereen vindt andere dingen leuk. En zo komt het heel mooi bij elkaar. Dus ik denk dat het inderdaad juist heel positief is voor de dance scene eigenlijk. Ja, jij zegt een paar jaar niet gedaan, maar hoe kan het dat jij zo goed nog kan spelen op de saxofoon? Heb jij ervoor geleerd, academie voor gedaan of vanaf jongs af aan? Ja, inderdaad, gewoon van jongs af aan altijd les gehad en met bandjes gespeeld en opgetreden. En ik heb het eigenlijk een paar jaar lang schaamteloos laten liggen en ik hoop het nu weer een beetje op te pakken. En was het dan vroeger echt zo van papa en mama die jou naar de muziekschool duurde en dat je echt moest? Of? Nee, ik heb echt van jongs af aan gezegd van ik wilde vroeger de Kenny Dilver van Nederland worden. Dus nou ja, dan weet je het wel. Ik was echt al van jongs af aan gewoon de saxofoon, dat was het enige wat ik wou. Nou, één ding weet ik zeker, de Kenny Dilver van Eersel ben je zeker. Nou, dankjewel.